De medische zending spreekt van een COVID-19-uitbraak in het boven-Suriname-gebied. Cijfers wijzen uit dat tussen 3 en 16 september er 102 swabs zijn afgenomen, waarvan 80 positief waren. We waren afgelopen weekend op de residentie van de Gramang der Saramakaners. Albert Aboyconi zegt dat hij nog voor, nog tegen het vaccineren is. Maar ik dacht naar fake news. Maar het belangrijk is dat je wist naar fake news, wist naar true. Maar dan nog, de bevolking moet sabi precies sana a vaccin. En pas tijdens ma sabi, dens ma oma mek man juist besluit dat, oké, als een veilig, dat we teken. Dus zolang je nog de 100% dat is veilig, je nog maar adviseert ma dat go teken. Dus a fasi fa, dens ma moest kiezen a 100% garantie, bribi dat is een veilig, na dens ma san sap sani fa vaccin, na de moest zorgen dat is. Aboyconi zegt dat een goede weerstand samen met de Mohana-maatregelen van essentieel belang zijn in de strijd tegen COVID-19. Het letten op de voeding is belangrijk en daar moet beleid op worden losgelaten, meent de Gamang. Dus als je wilt maken beleid voor gidensma voor je een goede weerstand, dan is het goed dat je een accident dat je samen spraken. Zo'n grond om spraken. Zo'n vroktu om ons prani. Ons aptak in een prani van vroktu tide dat tamara daar gebroken. Maar ons aptak in je abi fruit soort, sa ik kan prani dat binnen anderhalve maand, dat ik kan begin gebruik dat ik ba. Je abi bepaalde sang egi vroktu ba bakadrimu. Dus, na een beleid om ons ontwikkel, voor verhoog, weerstand voor deze man. In haar gebied, maar ook toe in totaal zranen. Ja. Ik denk dat dat na amoro belangrijk fasifa u kan doen, want dat is de in Juano. Aboyconi zegt vaker van gedachten te hebben gewisseld met de medische zending. De Gramang wil graag dat de overheid met het gezag zit om aan te geven hoe veilig het vaccin is. De medische zending is inmiddels begonnen met het toedienen van het COVID-19-vaccin in boven Suriname. De organisatie is continu bezig informatie te verschaffen over de Mohana-maatregelen en over het vaccin.